Welkom bij het vervolg van de 28 dagen detox die ik heb gevolgd. Ik heb de detox gevolgd van Skinny Mint. Elke ochtend een thee bij het ontbijt en om de avond een thee na het avondeten en daarna geen eten meer. Je bent op. Zesde of zo. Morning Boost nummer 7. Wat mij als eerste opviel aan de detox is dat de ochtendthees eigenlijk ongeveer hetzelfde deden als een koffietje voor mij. Het was een goede vervanger voor koffie en ik drink echt heel veel koffie. Dus het gaf me wel wat energie en het is gewoon lekker in de ochtend. Ik hou ook wel gewoon van thee. Dus dat is ook wel makkelijk. Als ik de avondthee had gedronken, dan zat ik de volgende ochtend gewoon echt serieus op de wc. Dat nam wel af. Het was vooral de tweede week het ergste en daarna werd het minder. En ging mijn lichaam er een beetje aan wennen naar mijn idee. En denk ik ook dat dat zou kunnen helpen als je bijvoorbeeld een opgeblazen gevoel hebt. Ik had gewoon niet echt heel erg veel vet. Dus voor mij is het gewoon heel moeilijk om te kijken wat nou echt precies het resultaat geeft. En ja, mijn vriend heeft het ook geprobeerd en voor hem geldt eigenlijk hetzelfde. Ik had wel het idee dat ik het begon te zien bij hem. Maar toen gingen we dus op wintersport en toen gingen we best veel eten. En ja, dan werkt het natuurlijk ook niet meer, want dan werkt gewoon het eten wat je op dat moment eet, dat overheerst dan gewoon. Ja, dus ik denk wel dat het kan werken, maar combineer het wel gewoon met echt een goede 28 dagen waarbij je dus ook volledig ervoor gaat, inclusief gezonde voeding, goed uitrusten en natuurlijk ook wat trainen. Nou, dat is dat overal bij doen. Nou, dat is een soort planningje met allerlei trainingen, day 1, day 2, day 3 en dan tot 28. En het zijn hele makkelijke dingetjes, dus je gaat mij niet vertellen dat je dit niet kan doen. Maar het is toch echt gewoon leuk om te doen. En zeker als je zelf al niet traint of sport, dan is het toch een extraatje die je kunt doen. En alles beter dan niets. Dus het is echt niet zwaar hier. Het begint met neem een foto op dag 1. Op dag 2 maak een leuke playlist met muziek. Dag 3, nou, dan staat er weer een soort quote. En op dag 4 moet je dan 30 squats doen. Nou, het is gewoon, weet je, het is gewoon leuk dat je wat mindsets hebt en dat je ook kan afvinken welke dag je hebt gehad. En dan kan je alles een beetje lekker makkelijk bijhouden. Ik vind het echt leuk, zo'n kaartje. Die kan je dan bijvoorbeeld in je agenda stoppen of op je keuken leggen. Ja, ik hou hiervan. Ik ben echt van dingen plannen en planningetjes. Dus dit soort kaartjes vind ik gewoon leuk. Je kan hier de datum invullen dat je bent begonnen. En met je goals, dus je kan dat opschrijven voor jezelf. Wat is je gezondheidsdoel? Wat is je fitnessdoel? Wat is je persoonlijke doel? En zo ga je dan eigenlijk de 28 dagen door en zorg je ervoor dat je jouw doelen haalt. Ja, ik weet, het gaat daar natuurlijk niet om. Het gaat erom dat je ervan gaat vet verbranden, wat ze ook beloven, maar hoe het er allemaal uitziet, ja, ik vind het echt mooi. Lekker fris, stylish, clean, gewoon leuk. De thee zelf is trouwens echt lekker. Ik heb andere verhalen gehoord hoor, van anderen die er suiker bij moesten doen om het weg te kunnen krijgen enzovoort. Maar ik vond hem echt lekker, maar ik ben ook wel echt een theedrinker. Ik hou ook van groene thee, allerlei thees en ik neem nooit suiker in mijn thee, dus ik ben dat ook niet gewend. Dus vooral de avondthee met een beetje een mint smaakje en de ochtendthee die kan je gewoon, ja soms dan had ik gewoon best wel druk in de ochtend en dan nam ik hem bij mijn ontbijt en had ik hem nog niet op en dan nam ik hem gewoon mee. Maar zelfs een beetje lauw vond ik hem eigenlijk nog wel goed te doen. Raad ik het nou aan, raad ik het nou af? Als je kijkt naar hoeveel het kost, als je niet veel te besteden hebt, zou ik het niet doen. Want het kost best wel veel voor wat je ervoor krijgt, vind ik. En er zijn ook andere manieren om dat laatste beetje vet kwijt te raken, waarvan je misschien toch wel iets zekerder weet dat het gaat lukken, alleen minder snel. Deze mensen beloven dat het met 28 dagen minder is. Ik heb het bij mezelf niet gezien.
Maar ik moet zeggen, ik heb ten eerste heel veel gegeten in mijn wintersport. En ten tweede, ik had al niet veel vet. Dus ik ben ook niet ingesteld op dat ik dat ik echt nog slanker ga worden. Als je nou echt zoiets hebt van ik heb alles al geprobeerd. Ik zie zulke mooie foto's ervan. Dat bij andere mensen wel echt super goed werkt. Dan denk ik, ja, waarom niet? Het is een natuurlijk product. Het is lekker. Het geeft je energie in de ochtend. En misschien werkt het bij jou wel echt voor dat laatste stukje wat je wilt wegkrijgen. Dus dan, ja, dan zou ik wel zeggen van ja, doe het gewoon. Ik denk zelf dat als vrouwen naar mij toe komen voor een persoonlijk schema. En ze zeggen tegen mij, wat is nou een laatste redmiddel? Ik heb echt alles geprobeerd. Dan zou ik het misschien wel adviseren om het gewoon te proberen. Want misschien werkt het voor hun lichaam wel goed. En het is gewoon een hele subtiele manier om het laatste beetje vocht ook kwijt te raken. Bedankt voor de T-talks. Ik was er in ieder geval super blij mee, want ik vond het lekker. Je zult in de voor- en de nafoto ook wel zien wat het met mij gedaan heeft. En of je dat waard zou vinden. Maar neem dan wel in gedachten dat ik eigenlijk niet een opgeblazen buik had. Of vet wilde verliezen. En dat natuurlijk ook een beetje in je mindset moet zitten. Bedankt voor het kijken. Doei. Een duimpje geven als je het leuk vond. Of niet leuk, mag ook. En als je vragen al hebt. Of onderwerpen waarvan je het leuk vindt. Dat ik die ga behandelen. Typ ze even in de reactie hieronder. Dankjewel.